De binnenstad van Den Haag is uitgeroepen tot de beste van het land. Bij de verkiezing, uitgeschreven door ondernemersorganisaties, verzoekt de stad Amsterdam. Den Haag mag de titel 2 jaar houden. De binnenstad is dit jaar tijdens de feestdagen ook nog eens extra sfeervol verlicht. Op Scheveningen is de eerste paal geslagen van het Tijdelijk Theater voor het Residentieorkest en het Nederlands Danstheater. Ze geven er hun voorstellingen wanneer het nieuwe cultuurpaleis op het Spui gebouwd wordt. Veel inwoners van Scheveningen zitten niet te wachten op het theater. De provincie gaat onderzoek doen naar de openstelling van bruggen over de Gouwe. Aanleiding is een handtekeningenactie van inwoners van Boskoop. Ze willen dat de hefbrug tijdens de spits dicht blijft. Maar de binnenvaart vindt dat geen goed plan. Er wordt nu een oplossing gezocht waar schippers en bewoners mee kunnen leven. Een van de oudste en meest exclusieve herenmodewinkels in Den Haag wordt overgenomen door een groep vaste klanten. Van den Heuvel bestaat al sinds 1882 en er was geen opvolger in de familie. Onder de klantenkring is ook koning Willem-Alexander,